Wat was? De grote vriend. Hoe is dat dan? Goed? Lekker? Ja, ook wel. Lekker? Ja, lekker man. Speelde ik bij een club, maar het is de enige club die ik noem altijd Sint-Jurgen. Dus, eigenlijk speelde ik altijd bij Sint-Jurgen. We zijn broer en ik waren buurjongetjes in Amsterdam-Noord, daar kom ik vandaan. En we speelden altijd tot de late uurtjes op straat, straatvoetbal. En ja, dat is altijd zo fanatiek. En we waren super jong, 5, 6 jaar. En we begonnen al met de scheppen te slaan als de ene van de andere won. Dus dat was mooi. En toen speelde hij al bij zijn burger en ik nog niet. En op dat moment zei hij eigenlijk van, je moet ook hierheen komen. Nou, op een gegeven moment ben ik hier gekomen, mee gaan trainen met Mike. En, ja, vanaf dat moment was ik zeker weer, ja, tot en met vandaag. Dus dat was een mooi moment. Ja. Ik ben gekomen in de E-top. Dus 2 jaar E-top gespeeld, toen naar de D2 gegaan. En toen vanaf de D2 ben ik gekomen. 3 jaar hier gespeeld. Wij hebben een team, dat is niet te geloven. Wij hebben een team die gewoon echt alles gewonnen. Mijn lichting. Ja, met Denzel. Ja, Denzel Slager, Juanito. Damien. Het was gewoon niet te geloven. En begin dat wij begonnen met het team, zat iedereen te kijken naar. Maar wij wonnen echt alles. Alle BVO's, iedereen ging eraf. Ja. Iedereen ging eraf. Ze wonnen gewoon 11-0 van AFC D1. Hè? 11-0. Echt? Kun je je voorstellen? Heel verdeel ik jullie dan voor AFC. Kun je je voorstellen? Nee, was gewoon, dit team was niet te houden. En ja, toen hadden we echt een geweldig team met Adam Meijer, Denzel Slager, Damien Menso, Ian Revos, Juanito, we blijven gaan, maar echt een leuk team ook, zowel binnen als buiten het veld. En ja, we wonnen van elke profclub, waren we bijna onverslaanbaar, we werden kampioen geloof ik dit jaar. Het is gewoon super mooi om daarin te hebben mogen spelen. En dat heeft mijn carrière ook goed gedaan. Hier was die tribune toch? Ja. En wij trainden eigenlijk altijd daar op het kunstgrasveld. Ja. En af en toe, hier waren allemaal, kijken, hier waren die trappen. En dan die bosjes eromheen. Ja. En dan af en toe moesten we vanaf het kunstgrasveld lopen om dit hoofdveld. Maar op steen met kiksen. Ja, waarom weet je, want niemand had zin. En dan zat Mike zat ergens hier al in die bosjes, dat hij te kijken wie ging rennen en wie niet. En sommige mensen die gingen zich, als we moesten rennen, gewoon verstoppen in een bosje. En dan kwamen we terug, weet je, op het veld. En dan zei Mike, kom je naar je toe. En jongens, lekker gelopen? Ja, trainer, ging goed, zijn er klaar voor. Jij, ga maar 20 minuten verder lopen. Waarom trainer? Ja, jij hebt gesmokkeld. En iedereen wist niet waar hij was, want hij zat gewoon in de bosjes, weet je. Mooi, man. Ja, rennen, jongen. Daarna opdrukken, rennen. Maar het was echt wikkelen, man. Het was echt wikkelen. Mijn vader heeft eigenlijk alles vanaf kleins af aan tot en met de dag van vandaag ervoor gezorgd dat ik profvoetballer ben geworden, dat mag ik wel zeggen. En dat weet hij ook wel. We hebben elke dag contact over hoe de trainingen en wedstrijden gaan. En vanaf zijn brugjaar was het eigenlijk altijd als zo. Hij stond er elke wedstrijd, elke training. En ja, ik wilde eigenlijk ook voor mijn vader het doen. Tenminste, ik wilde het zelf graag, maar ik wilde hem trots maken. En mijn tweede vader is Mike Collins en die wilde ik ook trots maken. Dus het is wel gelukt. Ik moest alles van hem volgen. Hij stelde me na de wedstrijd ook vragen van papa, zeg je wat ik toen deed. Hè? Dus zelfs op grasprietjesniveau moest ik het van hem volgen. Want als hij bepaalde paas had gegeven of wat dan ook, dan wist ik ook exact waar hij stond en al die dingen meer. Want ja, en als je kind thuis naar Schotland gaat, ja, vind ik het leuk voor hem. Hè?
En ik vind het leuk voor hem dat hij naar Bulgarije en Engeland. Maar ja, ik mis natuurlijk wel gigantisch mijn kind. Weet je, voetbal is altijd mijn leven. En gewoon om naar elk grasprietje van hem te kijken, ja, maakte me gelukkig. En dat heb je dan niet meer. Dus dat is wel een stil verdriet. Ja. Weet je, je bent wel blij aan de ene kant, hè, want je bent blij als je kind gelukkig is. Maar als je je kind moet missen, is heel erg. En ik weet, Mike zat altijd op deze tribune als we op het hoofdveld zaten. En ik was altijd gewoon een beetje zenuwachtig dat Mike kwam kijken. Want als Daas ging zitten, want ik wilde het zo goed doen voor Mike, dat hij trots was. En de avond als ik iets goed gedaan heb, keek ik zo even gezien. Oké, mag los. Dansie was altijd. Ja. Yes? En dan wist ik, oké, de trucendoos kan open. Of het was zakelijk, of het was dansie. Wanneer we 2-0 voor stonden, was dansie. Nog, tot de dag van vandaag heb ik nog steeds wel contact met Mike af en toe. Als het klein contact zal er altijd wel blijven, denk ik. Omdat je natuurlijk een band hebt opgebouwd destijds. En ik moet zeggen, de mensen die ik altijd dichtbij me heb gehad, gedurende mijn leven of carrière, hou ik altijd wel dichtbij me. Dat is niet raars gebeurd. Mark is eigenlijk het enige lid van zijn burgia. Dat is wel uniek. Binnen een halve training al aangenomen. Een halve training. Mark is zijn eerste training hier. Leek alsof hij hier al jaren voetbalde. Was al mensen aan het neerzetten. Hij was een jaar jonger dan de jongens waar hij mee trainde. En hij was ook als eerste jaar E speelde hij al in de E-top. Ik heb natuurlijk ook een rol in het hele gebeuren. Alleen ik zie hem als mijn kind. En er is wel tegen mij gezegd, ja, maar alles wat hij doet, vind je toch wel goed. Nee, ik weet dat hij er alles voor doet. En daar ga je meer van hebben. Hij heeft er altijd alles aan gedaan om een wedstrijd te winnen, om beter te worden en om te zorgen dat anderen er ook in voelen komen krijgen. Mark heeft nooit alleen naar Mark. Mark heeft ook van nou, als ik die dag geef of die de dag. Dat heeft mij vastgekleefd aan hem. Dat vond ik misschien nog belangrijker dan dat ik een goede voetballer was. Maar dat het menselijke, Wilke harder voor zichzelf. Maar het menselijk wat hij heeft, dan kom je niet van. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb net met Mike een kort gesprek daarover, over de nieuwe faciliteiten. En ik vind het prachtig, en ik vind het echt mooi om te zien. Alleen ik hoop niet dat de jongetjes die nu spelen het voor lief nemen en bedenken dat dat een normale standaard van voetbalclub is. Zowel Europees gezien als wereldwijd gezien. Omdat die jongetjes mogen echt gerust zeggen dat ze het echt goed hebben en echt veel hebben. Ik zie ze allemaal met Nike-kleding lopen, ik zie ze allemaal met de nieuwste kicksen lopen. Ze hebben een fantastische kleedkamer, ze hebben een fantastisch veld waar ze elke dag mogen op spelen. Dus ik zou tegen hun zeggen en tegen de toekomst zeggen van neem het niet voor lief, geniet ervan en probeer elke dag het maximale uit jezelf te halen om uiteindelijk je droom te waarmaken. The Mets feeling like the house up in Vegas, taking bets, feeling like the rant before Oklahoma. So the boys gonna learn, so let's sleep and dogs lie. I am ready for war, no fear in my eyes. I'm a warrior. Deze tatoeage is eigenlijk eigenlijk alle tatoeages hebben een betekenis. En eigenlijk alles heeft een beetje te maken met mijn leven als voetballer en als mens. En deze tatoeage typeert wel mij als persoon en mij als persoon in voetbal. Omdat het betekent eigenlijk kort gezegd van geef nooit op je dromen en vecht altijd totdat je wint. En dat is bij mij altijd zo geweest. Als voetballer en als mens ga je veel tegenslagen krijgen in je leven. Maar uiteindelijk
als je hard genoeg blijft werken en hard genoeg blijft geloven in jezelf, bereik je uiteindelijk je droom. Dat heb ik toen getatoeëerd omdat ik vond dat het mij typeerde. En dat heb ik dus, dat draag ik dus elke dag bij me, als ik het even vergeet. We reden een keer 1 tegen 1. Vrije trap op penalty. Maar die boef die kon echt goed schieten. En elke keer kocht hij met een drankje. En toen verloor hij. Dus vanaf dat moment noemde ik hem Maglas. Dus iedereen, ook in het veld, ik riep hem nooit Mark. Maglas, Maglas. Al die mensen die zaten te kijken. Wat is dit nou weer? Waarom noemt hij die jongen Maglas? Ik heb gelijk maken de beurt ook. Ik heb gelijk maken de beurt. Ik heb het van tevoren. En toch ging het dus. En toen werd ik Maglas genoemd.